Hoi jongens en meisjes, waar waren we gebleven? Dit is deel 3 al, maar wat ik zag bij het terugkijken van de filmpjes, dat ik niet overal even duidelijk verstaanbaar was. Of dat nou aan mijn tablet lag, of dat ik een beetje verkouden was, ik weet het niet. Maar ik doe een kleine samenvatting van deel 1 en 2. Dus als je denkt, nou ik vind het wel een heel lang verhaal, dat is een heel leuk verhaal, maar het spannendste moet natuurlijk nog komen. Doe ik een klein stukje. Een samenvatting van deel 1 en 2. Dat leek mij wel een goed idee. Nou, zij zijn op weg naar een land met bergen. Daar gaan ze naartoe op vakantie. De vader van Melle, die is bioloog en die heeft vroeger gestudeerd met Noah. En Noah, die is naar het land met de bergen geëmigreerd. En daar woont hij met zijn vrouw en zijn dochter. En daar naartoe zijn ze onderweg. En die vader die zegt, ik wil een gorgelvrije vakantie. Hij wil niets over gorgels horen. Maar wat hij niet weet en ook niet mag weten. Melle heeft stiekem Bobba, zijn waakgorgel, in zijn rugtas meegenomen. Bobba had natuurlijk naar het eiland teruggemoeten. Want zodra de R uit de maand is, moeten ze terug naar het eiland waar alle gorgels dan vakantie gaan houden. Maar Bobba is eigenlijk een beetje stout geweest. Maar zo ook, en dat wist Melle niet, zijn zusje Limonie. Die heeft haar waakgorgel meegenomen en dat is Belia. Dat is een meisjeswaakgorgel en die had zij ook stiekem in de rugtas zitten. En nu komt het allerergste. De eerste avond dat ze op vakantie zijn, gaan ze met Noah en zijn vrouw en zijn dochter gaan zij lekker uit eten. En ze nemen natuurlijk die rugzak overal mee naartoe, want waar zit die waakgorgel in? En nu zijn ze erachter, Belia is ontvoerd door kotsbalgers. En kotsbalgers zijn hele vervelende brutelaars. In het eerste boek hadden we de Groenlandse brutelaar. En nu hebben we de kotsbalgers. En de kotsbalgers werken in groepen samen om op die manier nog makkelijker kindertjes ziek te maken. En de kotsbalgers, de naam zegt het al, die stinken naar kots. Dus dat is heel erg vies. Maar daardoor laten zij wel een spoor achter van hele vieze stank. En Bobba heeft natuurlijk een hele scherpe neus. Dus zij gaan met z'n drieën, Melle, Katja en Limonie, gaan zij en Bobba dat spoor volgen van die kotsbalgers. Dat reukspoor. Nou, dat loopt dood bij een rivier. En daar in de buurt is een grot en die noemen de mensen uit het dorp de stinkgrot. En nu weten ze dus, omdat het daar zo stinkt, dat daar die kotsbalgers zitten. En die hebben dus Belia ontvoerd. Nou, werkelijk, het is spannend tot en met. Opa heeft gebeld naar papa's telefoon en papa heeft de telefoon aan Melle gegeven. En opa zegt, ik heb een bericht van de grijze gorgel. Want in de moestuin stond, ik wil de kleine krulman spreken. Groeten van de grijze gorgel. Dus dat is heel bijzonder. En Melle voelt natuurlijk al nattigheid. Hè? Die denkt al, oh jee, want hij heeft natuurlijk Bobba stiekem meegenomen naar vakantie. En dat had natuurlijk niet gemogen, want Bobba moest naar het eiland. En de grijze gorgel weet natuurlijk helemaal niet waar Bobba is. En opa heeft zijn telefoon in de moestuin gelegd. En de grijze gorgel heeft met een stokje, zo staand op de telefoon, heeft hij gebeld met de telefoon van papa. En Melle had stiekem die telefoon van papa in zijn zak. Kijk, daar waren we gebleven. Hier is de grijze gorgel. En die tikt met het stokje. En hier staat Melle op vakantie met Bobba op zijn rug. En die staat met de mobiele telefoon van papa met de grijze gorgel te praten. Nou, spannend. Gaan we eventjes kijken wat die grijze gorgel dan allemaal te vertellen heeft. Er sprong iets op Melle's schouder. Bobba! Hij was net wakker. Zijn ogen zaten nog half dicht. Hij wilde natuurlijk meeluisteren. Ja, wat die grijze gorgel te vertellen had. Ga even goed zitten, kleine krulman, zei de grijze gorgel. Jij weet toch dat alle gorgels, als de R uit de maand is, naar het eiland komen? Ja, zei Melle, dat weet ik, grijze gorgel. Dan weet jij waarschijnlijk ook dat het een zware en gevaarlijke reis is om vanaf jouw stad naar het eiland terug te keren. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Jullie waakgorgels, Bobba en Belia, zijn helaas niet op het eiland teruggekomen.
Onze beste waakgorgel Gug, jou wel bekend, is bij jullie thuis geweest om te kijken of ze daar nog waren. Maar ze zijn niet gevonden. Ik vrees dat ze niet meer leven. Melle en Bobba werden allebei knalrood. Nou, het zit iets anders, grijze gorgel. Bobba schudde zijn hoofd. Hij wilde de grijze gorgel niet spreken. Maar Melle schudde ook zijn hoofd. En hij hield de telefoon even van zijn mond zo. Ik ga niet liegen tegen de grijze gorgel, Bobba, fluisterde hij. Bobba keek naar de grond. Nou, grijze gorgel, ging Melle verder. Bobba en Belia zijn allebei stiekem met ons mee op vakantie gegaan om de bergen te zien. Melle zag dat het onderlipje van Bobba trilde. Het was stil aan de andere kant van de lijn. En het leek wel een minuut voordat de grijze gorgel iets zei. Zijn stem was iets minder kalm dan normaal. Dan wil ik ze allebei nu spreken en wel onmiddellijk. Nou, zei Melle, dat wordt een beetje lastig. Want Belia is namelijk gisteren ontvoerd, waarschijnlijk door kotsbalgers. We hebben haar nog niet gevonden, maar ik denk dat ik weet waar ze nu gevangen gehouden worden. Bobba en ik gaan haar morgen proberen te bevrijden uit de stinkgrot. Bobba keek Melle verbaasd aan. Weer was het lang stil. Toen klonk de stem van de grijze gorgel. Ik wil nu met Bobba praten. Bobba schudde weer met zijn hoofd. Ik ben er zeg maar niet, zei hij. Maar Melle luisterde niet naar hem. De telefoon staat op luidspreker, grijze gorgel. Bobba kan je horen. Melle had Bobba nog nooit zo bang gezien. De grijze gorgel begon in het gorgels te praten, zo snel dat Melle het niet kon volgen. En Bobba zei af en toe iets terug en er rolde een traan over zijn wang. Even later sprak de grijze gorgel weer in het Nederlands. Kleine krulman, luister goed, ik ben ook heel boos op jou. Jij had nooit mogen meewerken aan het plan van Bobba. Als de grote krulman dit hoort, zal hij zich voor jou schamen. Grote krulman is opa, hè? En je kunt niet samen met Bobba een heel leger kotsbalgers verslaan en Belia bevrijden. Dat is een heel slecht idee en levensgevaarlijk. Onmogelijk, blijf uit de buurt van die grot, beloof me dat. Voordat Melle kon protesteren, praatte de grijze gorgel verder. Eigenlijk wil ik dat jullie meteen naar het eiland komen, maar ik begrijp van Bobba dat dat niet kan. Dan is er maar één andere mogelijkheid. Jullie moeten contact opnemen met mijn oude vriend Abba. Hij is de baas van de berggorgels. Ik heb Bobba verteld waar hij hem misschien kan vinden. Succes en doe alsjeblieft voorzichtig. En Melle hoorde dat de gorgel wegliep van de telefoon. Bobba veegde de tranen van zijn gezicht, maar ze bleven stromen. Voor zijn voeten lag al een klein plasje. Waarom huil jij, Bobba? Vroeg Melle. Hij had zijn stoere waakgorgel nog nooit zo verdrietig gezien. Als ik thuis kom, of niet of wel, moet ik mijn waakstok zeg maar helemaal aan de grijze gorgel inleveren, snikte Bobba. Maar ja, dan maak je toch gewoon een nieuwe, zei Melle. Jij begrijpt het niet, zeg maar, of niet of wel. De grijze gorgel vindt dat ik me niet als een echte waakgorgel heb gedragen. Echte waakgorgels luisteren naar de bevelen van de grijze gorgel en komen terug naar het eiland. Daarom ben ik, zeg maar, of niet of wel, vanaf nu officieel geen waakgorgel meer. En moet ik na de zomer helemaal op het eiland blijven, of niet of wel? Ja, maar dat kan niet, riep Melle. Wie moet mij dan beschermen? Bobba zal jou helemaal proberen te vinden, of niet of wel? Melle voelde ook tranen, maar hij probeerde stoer te blijven. Bobba, dat zien we later wel. Eerst moeten wij Abba en zijn berggorgels vinden. De deur ging open. Flits, Bobba was weg. Het was Limonie. We gaan eten, kom je naar beneden? Kijk. Ze haalde een tekening uit haar broekzak en liet hem aan Melle zien. Op de tekening stond een mooie meisjesgorgel met een dikke vlecht. Ze had een waakstok in haar hand en keek stoer voor zich uit. Ze was zo goed getekend dat het leek of ze elk moment kon bewegen. Onder de tekening had Limonie Belia geschreven en ze had allemaal hartjes naast de gorgel getekend. Ik mis haar dus zo, zuchtte Limonie. Het komt goed hoor, zusje, zei Melle. We gaan morgenochtend met Bobba op pad. Ik beloof je dat ze terugkomt. Echt? Zei Limonie. Ja, zei Melle. Maar tegelijk dacht hij aan de waarschuwing van de grijze gorgel. Jongens, riep mama beneden in de gang. Ze renden naar beneden en schoven aan tafel.
Noah kwam binnen met een groot bord heerlijke schnitzels. Die hebben we wel verdiend na de wandeling van vanmiddag. We hebben honger als een lammergier, zei Katja lachend. Eet smakelijk, zei Ria. Melle nam een hap en schoof met volle mond de telefoon over tafel naar papa. Oh ja, zei papa, had opa nog iets belangrijks? Melle schudde zijn hoofd. Hij wilde even laten weten dat mijn kleine ninja was aangekomen op het eiland. Ja, onderbrak papa hem meteen. Want papa wilde natuurlijk een gorgelvrije vakantie, dus hij wil niets horen. Ook al zegt hij ninja, en dat betekent natuurlijk, dat is Bobba, hè? Dat is zeg maar de codenaam voor Bobba. Hij wil het niet weten, want papa werkt het hele jaar al met gorgels. Hè? Wil iemand nog aardappelen? Na het eten deed Melle net alsof hij moest gapen. Ik ga alvast naar bed. Oh, ik ook, zei Limonie. Ik ook, zei Katja meteen. Nou, dan kunnen wij ook lekker vroeg gaan slapen, zei papa. Met z'n drieën liepen ze naar boven. Morgen vertrekken we weer heel vroeg voordat papa en mama wakker worden, fluisterde Melle tegen de meisjes. Snel trokken Limonie en Melle hun pyjama aan, terwijl er uit de boekenkast een klein gorgelvoetje tevoorschijn kwam. Mag ik vanavond bij jou in bed slapen, vroeg Limonie. Ik heb dus hele enge dromen over Belia. Natuurlijk, zei Melle. En Bobba ging tussen hen instaan. Hij maakte zijn bekende zoemende geluiden en wiegde langzaam met zijn waakstok heen en weer. Melle probeerde nog na te denken over morgen, maar zijn ogen vielen dicht. Nog nooit waren ze zo vroeg opgestaan. Een muur van regen kletterde op de stenen voor het huis en verduisterde de volle maan. Limonie, Katja, Melle en Bobba stonden in de opening van de voordeur. Katja keek naar boven en zoog de geur van regen op in haar neusgaten. Kom, laten we gaan. Maar het regent dus keihard, zei Limonie. Katja lachte. Over 12 minuten is het weer droog, let maar op. Goed ingepakt liepen Melle, Limonie en Katja de berg op. Bobba rende waakzaam voor hen uit. Ja. Hier gaan ze slapen, samen in één bed, met Bobba ertussen. Zie? En hier staan ze in de regen, laarsjes aan. Flats! Melle voelde zijn voet wegglijden in de modder. Langzaam schoof hij naar beneden. Pak die boomwortel, riep Katja. Melle greep een dikke, losliggende wortel links van het paadje en klauterde weer naar boven. Het is ook lastig klimmen als het regent, en zeker als het nog zo donker is, zei Katja. Na 12 minuten hield het inderdaad op met regenen. Melle keek naar boven en zag nu de volle maan op de witte toppen van de bergen schijnen. Jij hebt dan misschien geen superhoge, Katja, maar jij bent wel de beste weervoorspeller die ik ooit heb ontmoet. Dank je, zei Katja, die voorop liep. En het Zwitser zakmes bungelde aan haar rugzak. Melle had zijn felle zaklamp meegenomen en scheen op de berg. Ik ken de weg uit mijn hoofd, je hoeft mij niet bij te schijnen hoor, zei Katja. Ik doe het met een reden, zei Melle zacht. Er is een kans dat we kotsbalgers tegenkomen omdat Bobba bij ons is. Als ik heel fel licht bij me heb, durven ze vast niet dichtbij te komen. Katja knikte en keek hem aan met haar mooie lichtblauwe ogen. Melle bloosde en keek snel naar beneden. Ik hoor de regen dus nog steeds, zei Limonie. Dat is het riviertje naast het pad, zei Melle. Foesh! Boven hun hoofd fladderde iets door de bladeren. Een stuk verderop hoorden ze een tak raken. Best wel eng dus, fluisterde Limonie. Als Bobba helemaal bij je is, kan er niets gebeuren of niet of wel, zei Bobba stoer en hij zwaaide met zijn waakstok gevaarlijk in het rond. We zijn er bijna, zei Melle, daar is de boomgrens al. En ze kwamen aan op de Alpenweide en stopten even om op adem te komen. We moeten van de grijze gorgel hier helemaal zoeken naar de verlaten marmottenholen, zeg maar, zei Bobba. Dan kunnen we de berggorgels vinden, of niet of wel. Melle scheen met zijn zaklamp over de weide. Links stond een groep gemzen. Hun ogen lichten op in het schijnsel van de zaklamp. Ze renden geschrokken weg. Flits! Dwars door het licht schoot iets voorbij. Het was Bobba. Hij rende heen en weer, alweer op zoek naar marmottenholen. Plotseling was hij verdwenen. Melle scheen minutenlang te vergeven rond. We zijn hem kwijt, fluisterde hij naar Katja en Limonie. Ah! Een hoge gil galmde over de Alpenweide. Bobba! Riep Melle. En ze renden met z'n drieën naar waar het geluid vandaan kwam. Melle scheen met zijn zaklamp in het rond. Opeens zag hij Bobba
En achter hem aan huppelde een grote bruine alpenmarmot. Oh jee, die Bobba, die wordt achterna gezeten. Die alpenmarmot, die denkt natuurlijk, hé, dat is een lekker hapje. Dus hij is heel hard aan het rennen. Toen de marmot de kinderen zag, schoot hij weer snel zijn hol in. Dat hol was zeg maar helemaal niet verlaten, zei Bobba hijgend. Die marmot moet zich een hoedje geschrokken zijn toen er zomaar een gorgel in zijn slaapkamer stond, zei Melle lachend. Bobba lachte ook, maar er was wel een beetje wit rond zijn neus, want die grote voortanden van de marmot waren gevaarlijk dicht bij zijn gorgelbillen geweest. Ik ken één hol waar ik nog nooit een murmeltier in de buurt heb gezien, zei Katja. Kom maar mee. Ze volgde Katja naar de andere kant van de Alpenweide. Hier is het, zei Katja. Melle ging op zijn hurken zitten en scheen met de zaklamp in het hol. Hij zag niets. Hij keek Bobba aan. Durf jij nog een keer? Bobba zwaaide met zijn stok. Bobba is zeg maar helemaal nergens bang voor of niet of wel. Flits! En weg was hij. Zo het hol in. Het leek wel een uur te duren. Uiteindelijk kwam Bobba tevoorschijn. Hij kauwde op een grote hazelnoot. Toen Melle beter keek, zag hij dat de zakken van zijn jas uitpuilden van de hazelnoten. Katja heeft zeg maar het juiste hol gevonden of niet of wel, zei Bobba. Ja, riepen Melle, Limoni en Katja en ze gaven elkaar een high five. Bobba heeft alleen helaas slecht nieuws of niet of wel, vervolgde Bobba. Hier beneden is zeg maar een heel groot gorgelhol, net als op het eiland. Ik heb helemaal een school gezien en slaapkamers en huiskamers en in het midden zeg maar een grote voorraadkamer of niet of wel. Maar het slechte nieuws is zeg maar dat het hol helemaal verlaten is. Melle voelde de teleurstelling in zijn buik. Denk je dat ze al lang weg zijn? Vroeg hij. Bobba denkt van niet, want de wintervoorraad was nog niet helemaal leeg. Het was ook best een rommeltje, zeg maar, alsof ze zeg maar met grote haast zijn vertrokken. Ik denk dat ze zeg maar gevlucht zijn voor iets. En hij keek Melle bezorgd aan. Melle wist precies wat Bobba bedoelde. Hij zuchtte en ging op het gras zitten. Nou hadden ze het hol van de berggorgels gevonden, waren ze weg. Het lijkt wel of alles misgaat in deze vakantie. Wat kan er zijn gebeurd, zei Melle. En hij keek Katja en Limoni aan. De berggorgels zijn gevlucht en nog wel in de buurt. Of ze wonen helemaal niet meer hier in dit gebied. Of... Nou, misschien zijn ze allemaal wel ontvoerd door de kotsbalgers, riep Limoni. We moeten rustig en logisch nadenken, zei Katja. Bobba, heb jij kotsbalgers geroken in het hol? Vroeg Melle. Bobba heeft ook geen kotsbalgers kwijl gezien, of niet, of wel? Nou, dat scheelt dan alvast weer, hè? Waar verstoppen berggorgels zich voor een leger kotsbalgers? Niemand antwoordde. Nou, daar waar kotsbalgers niet graag komen, zei Melle. Achter de bergtoppen kwam het vroege ochtendlicht tevoorschijn. Katja keek op haar horloge. Als we nu teruggaan, zijn we nog op tijd thuis voordat iedereen wakker wordt. Dat kan niet. We moeten die Abba vinden, zei Melle. Wil je ons naar de gletsjerpoort brengen? Dat mag niet, riep Katja. Papa heeft het verboden, het is daar veel te gevaarlijk. We hebben geen keus, zei Melle. Kom, maar niet te dicht langs de stinkgrot. Dat vind ik nu te gevaarlijk met Bobbe erbij. Katja dacht even na. Ik weet nog een andere weg, volg mij. Toen ze bij de gletsjer aankwamen, was de lucht inmiddels lichtblauw met rode strepen. Het bordje Danger was goed te lezen. Ze verstopten zich achter de grote berg die door de ijzerrivier was uitgespuugd. Dit noem je de eindmoraine, legde Katja zachtjes uit. Melle keek met zijn superogen naar de machtige gletsjerpoort. Het riviertje uit de gletsjer stroomde sneller dan gisteren, maar zag nu niets bewegen. Waarom denkt de kleine krulman dat ze in de gletsjer zitten of niet of wel, fluisterde Bobba. Ik zag hier gisteren iets wegschieten, zei Melle. Misschien was het een berggorgel. Het is een gok, maar ik weet op dit moment niets beters. We moeten Abba vinden, zei hij vastberaden. Anders kunnen we Belia nooit bevrijden. Wij gaan de gletsjer in, Bobba. Katja ging voor Melle staan, met haar armen voor haar borst gevouwen. Ja, want dat mag niet. Hij mag niet de gletsjer in, hè? Kijk. En Limoni gaat ernaast staan. Die zeggen, ben je nou betoeterd? Dat gaat niet gebeuren, want je mag niet in de gletsjer. Dat is ook echt heel erg gevaarlijk. Absoluut niet, zegt Katja. Zeker nu het ijs smelt, ik laat dit niet gebeuren.
Katja heeft gelijk. Als het fout loopt, heb ik aan het eind van de vakantie niet alleen geen waakgorgel meer, maar ook geen broertje dus. Ik moet weten of de berggorgels in de gletsjer zitten. Zonder de hulp van Abba zien we Belia nooit meer, zei Melle met een brok in zijn keel. Ze zwegen en keken naar de grond. Wat doet Bobba nu? Zei Katja opeens. Bobba stond stokstijf met zijn mond open. Hij hield zijn handen als een koker voor zijn mond. En het leek of hij heel hard schreeuwde, maar er kwam geen geluid uit. Melle wist wat hij deed. Gorgels kunnen een geluid maken dat mensenoren niet kunnen horen. Zo kunnen ze elkaar waarschuwen of roepen, zonder dat wij het merken. Hij had het de gorgels zien doen op het eiland tijdens het gevecht tegen de Groenlandse brutelaars. Na een paar minuten hield Bobba op. Ze hielden allemaal hun adem in om geen enkel geluid te maken. Kennelijk hoorde Bobba niets, want even later deed de gorgel weer zijn handen als een koker voor zijn gezicht en hield zijn mond wagenwijd open. Na een minuut stopte hij weer. Zijn oren gingen bewegen om goed te horen en ineens stonden ze stil. Hij stak zijn wijsvinger in de lucht en hij keek Melle aan en hij lachte. Melle voelde een kriebel in zijn buik. Jullie blijven helemaal hier, zei Bobba streng. Verstop je zeg maar helemaal achter deze bergstenen en maak alsjeblieft geen geluid of niet of wel. Heel langzaam daalde hij de berg af en liep richting de gletsjerpoort. Daar stopte hij. Hij schoof met zijn voeten een paar stenen opzij tot er een klein plekje zand tevoorschijn kwam. Hij tekende iets met zijn waakstok. Melle kneep met zijn superoog tot spleetjes, zodat hij alles nog scherper kon zien. Toen Bobba klaar was, legde hij zijn stok op de grond, deed zijn handen op zijn rug en bleef stokstijf staan. Alleen zijn oren bewogen druk heen en weer. In het zand zag Melle dit teken. Nou, ik laat het je zien. Kijk, dat is een golf, zie je? En Melle, die herkende dat uit zijn waakgorgel oefenboek. Hè? Het was het teken van de gorgels van het eiland. Zo'n golf. Want een eiland ligt in de zee, hè? Melle keek met zijn superogen weer naar de ingang van de gletsjerpoort. Hij zag niets. Voorzichtig pakte hij zijn toverkijker uit zijn rugzak. Nu kon hij nog dichterbij kijken. Bobba stond nog steeds op dezelfde plek. Flits! Daar zag Melle iets aan de rechterkant van de poort. Iets wits. Hij pakte snel zijn toverkijker. Zijn mond viel open. Daar liep een gorgel, maar dan helemaal anders. De vreemde gorgel had dichtbehaarde oren en daartussen droeg hij een witte gebreide muts met touwtjes aan de zijkant. Onder de typisch puntige gorgelneus hingen twee witte slierten. Heeft hij nou ijspegels aan zijn gezicht hangen, dacht Melle. Hij draaide weer aan het schijfje van de toverkijker. Toen zag hij dat het een prachtige lange snor was. De gorgel droeg een dikke witte wollen waakgorgeljas met houten knopen. En in allebei de handjes had hij een stok die hij in het ijs prikte. Zo schuifelde hij razendsnel richting Bobba. Om zijn voeten zaten een soort sloffen van wol. De onderkant was bruin. Dat zal wel zand zijn, dacht Melle, om niet uit te glijden. Hij keek naar Bobba. Die bleef rustig staan met zijn handen op zijn rug. Maar zijn vingers bewogen onrustig heen en weer. Een meter voor Bobba bleef de gorgel staan. Ze zwegen. Beide gorgels trilden van spanning. De berggorgel keek naar beneden en zag het golfje dat Bobba had getekend. Toen keek hij Bobba weer aan. Hij schoof wat stenen voor zijn voeten weg, precies zoals Bobba had gedaan. En hij begon in het zand te tekenen. En die tekening zag er zo uit. En dat zijn de gorgels van de bergen. Dat is hun teken. Bobba keek naar de tekening en stak zijn beide handen naar voren. De witte gorgel deed precies hetzelfde. Langzaam liepen ze naar elkaar toe, tot hun vingertoppen elkaar bijna raakten. En vervolgens pakten ze elkaars hand stevig vast. Bobba boog zich voorover en kuste voorzichtig de neus van de witte gorgel. Daarna kuste de witte gorgel Bobba terug en ze begonnen allebei te lachen. Oh, Melle die slaakte een zucht van verlichting. Nou, kijk, hier maken ze kennis. Dat is aardig. Bobba vroeg iets aan de berggorgel. Op het moment dat de witte gorgel...
antwoord wilde geven, keek hij plotseling recht in de toverkijker. Hij schrok. Melle dook meteen naar beneden en keek opzij. Limony en Katja zaten ook in elkaar gedoken. Heel voorzichtig richtte Melle zich weer op en tuurde door zijn kijker. Hij keek recht in de ogen van Bobba. Die keek hem woedend aan, met zijn handen in de zij, en de witte gorgel was nergens meer te bekennen. Ja, die witte gorgel, die was natuurlijk boos en geschrokken, want hij weet niet dat Melle en Limony superogen hebben en dat ze hem kunnen zien. Melle zwaaide naar Bobba. Hij vouwde zijn handen als koker voor zijn gezicht en opende zijn mond. Bobba begreep wat hij bedoelde en hij uitte weer zijn mysterieuze gorgelroep. Hij stopte en spitste zijn oren en hij gebaarde naar Melle dat er niets gebeurde. Melle maakte met zijn wijsvinger een teken van nog een keer. Bobba bracht opnieuw zijn groet. Weer wachtte hij. Hij riep nog een derde keer. Weer geen antwoord. Berggorgels zijn zeg maar niet gewend dat kinderen hen kunnen zien, zei Bobba. Laten we het aan het einde van de middag nog maar een keer proberen. Anders gaat Bobba zeg maar helemaal alleen vannacht of niet of wel. Melle dacht even na. Of we wachten nog even en dan proberen we... Flits, 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 flits. Links van hem zag Melle iets achter een steen schieten. Nu bewoog er iets achter een andere steen. Snel trok Melle zijn zelfgemaakte waakstok uit zijn achterzak. Ook Bobba zwaaide gevaarlijk met zijn stok voor zijn borst en nam een gevechtshouding aan. Limony en Katja, kom nu achter mij staan, zei Melle zachtjes. De meisjes deden wat Melle vroeg en ze balden hun vuisten. Flits, het was nu veel dichterbij. Ik zie je wel, zei Melle met een laag stem. Flits, nu vlak voor hem. Achter de grijze steen, riep Melle. Flits, achter de platte witte steen. Flits, daar ook, gilde Limony en ze wees naar de stapel stenen rechts van hen. Katja keek gejaagd in het rond, maar zij begreep niet waar ze het over hadden. Overal was nu beweging. Melle hield zijn stok zo stevig vast dat zijn knokkels wit werden. Kom dan tevoorschijn, stomme kotsbalger, riep Melle. En zijn borstkast ging razendsnel op en neer. Hij probeerde zich alle oefeningen om brutelaars te verslaan te herinneren. Melle zwaaide zijn waakstok een paar keer boven zijn hoofd en voor zijn lichaam langs. En er was een stemmetje in zijn hoofd. Dat vervelende stemmetje. Heb jij wel genoeg geoefend de laatste tijd? Kun jij dit wel? Jij bent vast niet goed genoeg. Melle probeerde dat stemmetje uit te zetten. Flits! Nu schoot er iets langs op minder dan een meter bij Melle vandaan. Hakkela bam bam, riep Bobba. Melle keek naar zijn raakgorgel. Bobba had hem deze term ook geleerd. Het was de laatste waarschuwing die een gorgel gaf voordat hij in de aanval ging. Hakkela bam bam, riep Melle ook. Bobba's waakstok ging nu zo snel rond dat je alleen nog maar een cirkel zag. Flits! Ineens stond er iemand vlak voor hun neus. Bobba liet meteen zijn stok op de grond vallen. Voor hem stond een gorgel. Hij was duidelijk iets groter en breder dan de gorgel die hij eerder had gezien. Hij had niet alleen een witte snor, maar ook een lange witte baard. Er zat een knoop in de baard, anders zou hij erover struikelen. De gorgel droeg een bril die sprekend leek op de bril van de grijze gorgel. Hij zag er ook heel oud uit. Melle begreep meteen wie hier voor hem stond. Voorzichtig legde hij zijn stok op de grond. En uit alle hoeken kwamen nu berggorgels tevoorschijn. Ze hielden allemaal hun waakstok op Melle, Katja en Limony gericht. Sommigen droegen in plaats van een stok een houten katapult. En ze hadden het elastiek aangespannen en de puntzakjes van hun katapult gevuld met kleine stenen of ijsballen. De oude gorgel stak zijn hand omhoog. En de gorgels lieten hun stokken en hun katapulten zakken. Dus de kleine krulman met zijn superogen bestaat echt bij wijze van, sprak de oude gorgel. Jij bent net op tijd, Melle, dan toch? Nou, kijk, staan ze allemaal om hun heen. Allemaal met die stokjes gericht en de katapult hier. En hier is de Abba, de oergorgel. De oude gorgel deed een paar stappen vooruit en bekeek Melle van top tot teen. Nu kwamen van alle kanten berggorgels dichterbij. Sommigen probeerden Melle aan te raken. Bobba gromde zachtjes. Melle gebaarde naar Bobba dat hij het niet erg vond. Een paar berggorgels begonnen zelfs te juichen terwijl ze rondjes om Melle heen renden. En hij begreep er niets van. Melle zakte door zijn knieën. U bent Abba. Abba knikte langzaam en hij streek met zijn hand door zijn lange baard.
En jij bent het enige kind in de wereld dat gorgels kan zien dan toch, zei Abba. Nou nee, mijn zusje Limoni heeft ook superogen. Limoni keek verlegen naar de grond. Katja keek naar de berggorgels. Haar mond stond wagenwijd open. Als ze stilstaan, en echt heel stilstaan, dan kan Katja ze ook zien. Als ze bewegen, gaan ze veel te snel. Abba keek naar Bobba. En dan moet jij bewijzen van de beroemde eilandgorgel Bobba zijn, ja of nee? Bobba knikte. Abba stak zijn handen naar hem uit. Bobba pakte ze voorzichtig vast en ze gaven elkaar een kus op de neus. Nu keken alle berggorgels naar Bobba, die friemelde aan de knoop van zijn jas. Dat doet hij altijd als hij verlegen is, dacht Melle. Een paar meisjesberggorgels lachten lief naar Bobba. Bobba keek stoer de andere kant op, zijn wangen iets roder dan normaal. Abba gaf weer een teken. Sterke waakgorgels gingen in een cirkel om hen heen staan met hun waakstokken naar buiten gericht. Bescherm Abba de oergorgel, riep een van hen. Oergorgel, fluisterde Melle tegen Bobba. Dan stam je af van de allereerste gorgel. We moeten snel zijn, ja of nee, zei Abba. Het is bij wijze van gevaarlijk om te lang buiten te staan dan toch. Ik ben benieuwd wat de kleine krulman heeft bedacht, ja of nee. Wat ik heb bedacht? Wat bedoelt u? Nu keek Abba weer raar naar Melle. Laat Abba dan beginnen bij het begin, ja of nee, zei de oergorgel. Hij praatte rustiger en Melle kon hem goed verstaan. Toen de R uit de maand was, zijn alle waakberggorgels naar ons hol teruggekeerd om vakantie te vieren, ja of nee. Zoals altijd dan toch. Na een paar dagen roken we, bij wijze van, opeens een steeds sterkere geur van rotting. Ik herkende meteen de geur van de kotsbalgers. Die geur vergeet je nooit meer. In mijn jonge jaren heb ik ooit gevochten met een paar kotsbalgers. En dat gevecht vergeet ik ook niet, ja of nee. En hij tikte met zijn stok op zijn linkerbeen. Pok, pok. Melle zag dat dat been van hout was. Maar ik heb die kotsbalger ook goed geraakt hoor, precies op zijn hoofd dan toch. Melle schrok. Abba praatte verder. In alle haast zijn we voor het eerst in 10 jaar in de gletsjer gaan wonen, ja of nee. Vroeger woonden we in de warme maanden altijd in de gletsjer bij wijze van. Maar nu de gletsjer steeds harder smelt, is het te gevaarlijk om daar te wonen, ja of nee. Vandaar dat we verhuisd zijn naar de marmottenholen. Gelukkig heb ik nu aan de rechterkant binnen in de gletsjer een soort ijsgrot gevonden waar we kunnen schuilen voor de kotsbalgers dan toch. Maar het blijft heel gevaarlijk in de gletsjer. Aan de linkerkant komen bij wijze van steeds grotere ijsbrokken en stenen naar beneden rollen. Levensgevaarlijk ja of nee? De berggorgels luisterden en knikten af en toe. Gistermorgen zijn 2 dappere berggorgels dan toch naar ons hol teruggegaan om wat hazelnoten uit de wintervoorraad terug te halen, ja of nee? Alle berggorgels keken nu naar beneden. Het was zo stil dat je alleen het klateren van het riviertje hoorde. Ze zijn nog steeds niet teruggekeerd bij wijze van, zei de oergorgel. Abba denkt dat onze Oelie en Bub ontvoerd zijn door de kotsbalgers dan toch. Hij keek Melle aan. Maar nu staat de jongen die ooit een leger Groenlandse grootbekbrutelaars heeft verslagen voor onze neus. Ik ben zo blij bij wijze van, zei Abba. De berggorgels staken allemaal hun duim op naar Melle. En Melle voelde zijn hoofd rood worden. Maar ik kom juist u om hulp vragen, Abba. Dat heeft de grijze gorgel mij aangeraden. Belia, de meisjeswaakgorgel van mijn zusje, is waarschijnlijk ook ontvoerd door kotsbalgers. En eerlijk gezegd weet ik echt niet wat we moeten doen. Daarom kwam ik naar u. Nu keken alle berggorgels teleurgesteld naar Melle. Kunnen jullie die kotsbalgers niet aanvallen dan? Vroeg hij. Kijk om je heen, kleine krulman. Er zijn niet heel veel kinderen in de bergdorpen, ja of nee. Dus er zijn niet veel berggorgels bij wijze van. Ja, want gorgels beschermen de kinderen natuurlijk. Dus als er niet veel kinderen zijn, hoeven er ook niet veel berggorgels te zijn. Wij kunnen nooit alleen een groot leger van kotsbalgers verslaan dan toch. Maar ik weet het ook niet, zei Melle. Sorry, Abba. Een paar berggorgels liepen met gebogen hoofd weg. En anderen begonnen te gapen. Het was al laat en de zon zou snel opkomen. Maar Abba gaf niet op. Jij bent de beroemde krulman die met een geniaal plannetje ooit de Groenlandse grootbekbrutelaar heeft verslagen dan toch. En jij bent een van de dapperste waakgorgels ter wereld, wees hij naar Bobba. Bobba en Melle keken elkaar aan. Ja, daar had Abba wel een punt. Opeens voelde hij zich weer energiek.
En nu begon een leuk stemmetje in zijn hoofd. Het is je eerder gelukt, Melle. Waarom dan nu weer niet? Kom op, je kan het en het gaat je lukken. Dat is een veel leuker stemmetje, hè, eigenlijk. Melle kwam overeind. U hebt gelijk, Abba. We gaan geen tijd verliezen. Hij wierp een blik op Bobba. We gaan een plan bedenken om Belia, Oeli en Bub te bevrijden. En de kotsbalgers voor eens en voor altijd te verjagen. De berggorgels staken hun waakstokken in de lucht en renden opgewonden om Melle en Bobba heen. Katja, hoe lang hebben we nog tot de zon op de bergen gaat schijnen, zei Melle. Katja keek om zich heen en toen naar haar schaduw en toen snoof ze de berglucht naar binnen. Ongeveer een uur, dan komt de zon op en gaan de kotsbalgers slapen. Mooi, zei Melle, dan gaan wij nu naar de stinkgrot. Wij gaan verkennen. Limonie fronste haar wenkbrauwen. Wat is verkennen, vroeg ze. Dat heeft Bobba mij geleerd, zei Melle. Verkennen betekent dat je zonder dat de vijand jou ziet, naar ze gaat kijken. Dan weet je met hoeveel ze zijn en hoe ze eruit zien. Ook ga je op zoek naar hun zwakke plek. Dan weet je hoe je ze moet verslaan. Dat klinkt spannend, zei Katja. Melle zakte door zijn knieën en wendde zich tot de oude oergorgel. Abba, ik kom vlak voor de avondschemering terug met een plan. Zorg dat jullie goed zijn uitgerust. Abba gaf hem een hand. De kleine krulman is nog dapperder dan ik dacht bij wijze van. Toen legde hij zijn hand op de knie van Melle. Porro porro guggelbam. Weet je nog wat dat betekent? Ik ben helemaal trots op jou. En Melle moest ervan blozen. Flits! Weg waren Abba, de oergorgel en zijn berggorgels. Melle zag in de verte de laatste berggorgels wegschieten aan de rechterkant van de gletsjerpoort. Laat mij even nadenken. En hij pakte zijn waakgorgel oefenboek om aantekeningen te maken. Hoe pakken we dit aan? Katja, jij kent de omgeving als geen ander. Ik maak een kaart met alles wat ik zie, zei Katja. En Limonie zei, dan teken ik zo'n kotsbalger. Maar het belangrijkste, zei Melle, dat ze ons niet zien. Ze gaven elkaar high five. We gaan, zei Melle, terwijl hij zijn boek terugstopte in zijn rugzak. Ze slopen op hun tenen richting de stinkgrot. Ruik je het al? Limonie knikte. De lucht begon al lichtblauw te worden en in de verte zagen ze de ingang van de stinkgrot. Katja wees naar een groot rotsblok tegenover de opening en Melle stak zijn duim op. Ze slopen achter het rotsblok en gingen dicht tegen elkaar aan zitten. Luister, dit is geen kinderspel. Wij zitten nu vlakbij een grot vol gevaarlijke en wrede brutelaars. Als zij Bobba of ons zien of ruiken, zijn we volledig kansloos. Dan maken ze ons zo ziek dat we de berg niet eens meer afkomen. Beseffen jullie dat? Limonie knikte. Wat als ik ze niet kan zien? Vroeg Katja. Alleen gorgels flitsen, zei Melle. Hij keek naar Bobba. Die hield zijn waakstok stevig vast en trilde van de spanning. Zijn oren stonden recht overeind en gingen langzaam heen en weer, zodat hij geen geluid kon missen. Oké, dan gaan we nu verkennen voor het grote plan. Weet iedereen wat hij moet doen? Ze staken allemaal hun duim op. Melle pakte zijn toverkijker en schoof op zijn buik naar de rand van het rotsblok. Heel voorzichtig stak hij zijn kijker erbovenuit en keek. De rotte geur dreef zijn neusgaten binnen. Hij moest er bijna van overgeven. Hij draaide aan het schijfje boven op de toverkijker tot hij de ingang van de grot haarscherp in beeld had. Melle's mond viel open. Bij de ingang zag hij paarsgroene wezentjes krioelen. Dit zijn de smerigste schepsels die ik ooit heb gezien, dacht hij. Kijk, hier zitten ze op de rots. En hier zitten ze. De kotsbalger was iets groter dan een gemiddelde brutelaar. De spieren in hun armen en benen waren veel meer ontwikkeld, alsof ze dagelijks met zware gewichten trainden. Wat opviel was het slijm. Hun lichaam was bedekt met paarsgroene slierten snot. Bij elke uitademing kwamen er smerige gele wolkjes uit hun bek. Hij telde er 8. Ze vochten met elkaar en het ging er hard aan toe. Een kleine kotsbalger werd hard in zijn staart gebeten door een groter exemplaar. En Melle zag dat zijn staart bloedde. De andere kotsbalgers stonden er lachend bij en sommigen gaven met hun staart de kleine kotsbalger nog een klap, precies op de plek waar hij bloedde. Wat zijn ze gemeen tegen elkaar? De kleine kotsbalger begon weer te janken en dat vonden ze geweldig.
Hun vlijmscherpe tanden blonken in het licht van de opkomende zon. Melle dacht aan het houten been van Abba en hij liet zijn toverkijker zakken en keek naar rechts. Aan de andere kant van het rotsblok zat Limonie met haar tekenblok. Ze deed extra haar best. Katja zat vlak achter Limonie met een groot vel papier voor haar neus en haar kompas en ze maakte aantekeningen. Melle keek door zijn toverkijker nu rechts van de grot. Flits! Ja, daar zag hij iets achter een steen wegschieten. Ongeveer 10 meter bij de grot vandaan. Melle hield zijn adem in. Bobba was heel dicht bij de kotsbalger. Snel keek Melle weer naar de kotsbalger die voor de ingang van de grot stonden. Ze hadden niets in de gaten. Flits! Bobba verplaatste zich weer. Nu was hij niet meer dan 5 meter bij de kotsbalgers vandaan. Plotseling zag Melle dat die grote kotsbalger zijn neus in de lucht stak. Melle voelde zijn hart sneller kloppen. Zou Bobba het ook zien? Hoe moest hij hem waarschuwen? Hij had toch gezegd dat hij voorzichtig moest zijn? Melle durfde bijna niet meer te kijken. Hij hield zijn adem in. De grote kotsbalger spitste zijn oren en keek gespannen om zich heen. Hij was nog maar een paar meter bij Bobba vandaan. Melle zag dat Bobba doodstil bleef zitten. Hij klemde zijn waakstok zo hard in zijn handen dat zijn knokkels wit werden. Ah! Plotseling kwam er een afgrijzelijke schreeuw uit de stinkgrot. Het leek al een bevel. En alle kotsbalgers renden direct de grot in. Flits! Bobba verplaatste zich razendsnel naar een steen iets verder weg van de grot. Melle durfde weer te ademen. Hij bleef naar de ingang kijken. Even later kwamen er 16 kotsbalgers dicht op elkaar de grot uitlopen. Het leek of er een slijmerige paarse groene pudding over de steen rolde. Zo verplaatsten ze zich naar de rand van het riviertje. Nou, hier staat Bobba met zijn waakstok. Zie hoe dichtbij die kotsbalger was. Melle draaide de toverkijker scherper en opeens zag hij het. In het midden van het groepje kotsbalgers liep een ander wezentje. Toen zij het snelstromende water bereikten, weken de kotsbalgers iets uit elkaar en een van hen gaf het wezentje een duw met zijn staart. De handen waren vastgebonden met touw. Het wezentje liep met een emmer naar de rand van de rivier en vulde hem met water. Melle's ogen werden als schoteltjes zo groot. Hij voelde een steek in zijn maag en hij keek naar zijn zusje. En zij was gestopt met tekenen en haar gezicht was spierwit. Het wezentje was bedekt met slierte paarsgroen snot, maar onder al dat vieze snot zag Melle een waakgorgeljas en een mooie donkere vlecht en een herkenbaar spitsneusje en blauwe ogen en een stoere blik in haar ogen. Belia, fluisterde Limonie. O jongens, de kotsbalgers hebben Belia, kijk nou, aan een touw, zie je het? En zij moet water gaan halen, want die kotsbalgers die willen heel graag heel vies zijn. En die durven dus niet bij die rivier te komen, maar ze willen wel drinken. Dus nu hebben ze Belia gevangen genomen en die moet allemaal klusjes voor hun doen. Jongens, hoe loopt dit nu af? Wat is dit nou toch weer spannend? Het wordt ook steeds spannender. Kijk, en we zijn op de helft. Dik boek, hè? Maar wel leuk. Maar wel lang. Maar ook spannend. Dus leuk en lang en spannend. En het komt vanzelf tot een eind. En het gaat ze vast lukken. Toch? Dat denk ik wel. Volgende keer gaan we weer verder. Doei!